Het kunnen rekenen met de factor is een belangrijke factor in het snel en handig werken met procenten. In een klas zitten 30 leerlingen. Van die 30 leerlingen heeft 90% een voldoende gehaald voor de toets. Ik weet het, ze hebben het echt keurig gedaan. We zouden nu natuurlijk de informatie in een tabel kunnen gaan zetten om dit uit te kunnen rekenen hoeveel van die 30 leerlingen dan daadwerkelijk een voldoende hebben gehaald. Maar we kunnen ook proberen er eens op een andere manier naar te kijken. Een percentage is eigenlijk iets in 100 gelijke stukjes knippen en vervolgens kijken hoeveel stukjes voor jou van belang zijn. 90% zou je dus ook kunnen zien als 90 van de 100 stukjes. Dit kun je schrijven in de breuk 90 honderdste. Ik hoop dat het tot zover duidelijk is. Als ik die breuk dan weer schrijf als decimaal getal, wordt het 9 tiende. Als ik dus 90% van 30 wil uitrekenen, kan ik dus ook gewoon zeggen 9 tiende keer 30. Om te weten dat 27 leerlingen een voldoende hebben gehaald. Met de factor kun je makkelijk je nieuwe hoeveelheid uitrekenen als je de oude hoeveelheid al weet. Dit door de oude hoeveelheid keer de factor te doen, daardoor krijg je de nieuwe hoeveelheid. Omgekeerd geldt er natuurlijk ook dat als je de factor wilt uitrekenen, dat je dit kan doen door de nieuwe hoeveelheid te delen door de oude hoeveelheid. Dit laatste is erg handig om te onthouden en dit gaat nog vaak van pas komen. Dus factor is nieuw gedeeld door oud. We doen nog een voorbeeld. Een mooie broek die normaal 75 euro kost, maar nu 15% korting. Dit kan je snel uitrekenen met de factor. Even belangrijk om op te letten of de vraag is hoeveel moet je nog betalen of juist hoeveel korting krijg je. In dit geval willen we nog weten wat de broek nog kost. Omdat je 15% korting krijgt, moet je 85% nog betalen. Nieuwe hoeveelheid gedeeld door oude hoeveelheid geeft me de factor. Dus 85% gedeeld door 100% is 85 honderdste. De nieuwe prijs van de broek is dus 85 honderdste keer 75 euro is 63 euro en 75 cent. Je kan met de factor natuurlijk ook een prijsstijging of het toevoegen van btw uitrekenen. Wil je een nieuw shirt kopen en weet je dat de prijs zonder btw 25 euro is, dan weet je ook dat de prijs inclusief btw in totaal 121% moet zijn. De factor wordt dan 121, dus de nieuwe hoeveelheid, delen door 100, de oude hoeveelheid. Is dus gelijk aan 1/21ste. Factor keer oude prijs geef je de nieuwe prijs van 30 euro en 25 cent. Nog goed om te weten, is de nieuwe hoeveelheid groter dan de oude, dan hebben we het over een toename. Hier hoort een factor van meer dan 1 bij. Is de nieuwe hoeveelheid minder dan de oude hoeveelheid, dan is het een afname en is de factor tussen de 0 en de 1. De factor is dus een handig middel om sneller te kunnen rekenen met procenten en dan vooral met toenames en afnames. Ik hoop dat je het snel onder de knie krijgt. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.